super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Kijk eens, ik heb 4 pakketjes gekregen net en ik ben super benieuwd wat erin zit. Dus laten we gaan kijken. Ik denk dat ik al een vermoeden heb. Even kijken. Ja, super tof. Ik heb van Bam Softdrinks, heb ik dus dit pakket heb ik ontvangen en die 3 erbij. Nou, wat is het? Het is frisdrank, blue frisdrank en het komt van Bam Softdrinks. En ik mag deze frisdrank gaan uittesten en dus aan jullie laten zien. En ik ben erg benieuwd. Het ziet er in ieder geval super feestelijk uit. Het is ook goed verpakt. Leuk met al die dingetjes zo. En die 3 pakketten mag ik gaan weggeven. Dus wat je daarvoor moet doen, laat ik jullie straks zien. Dus blijf vooral kijken. En ik ga me nu eerst even omkleden. Ik ga even trainen. En dan lijkt het me leuk om ze daarna te gaan testen. Want dan heb ik natuurlijk toch dorst. Dus laten we dat gaan doen. Let's go! Nou, sorry voor de slechte kwaliteit de komende periode. Mijn camera is defect gegaan, dus ja, het is even afwachten wanneer die weer terug is. Dus zo lang doen we het even met de mobiel, helaas. Maar goed, we gaan gewoon lekker trainen nu. En ja, zoals jullie weten ben ik nog steeds aan het revalideren. Het gaat de goede kant op. Ik ben bij de orthopeed geweest, moet over 3 maanden weer terug. Voor nu was alles oké. En ja, ik zit nu ruim 4 maanden zit ik na mijn operatie. En ik heb nog een paar maanden de revalidatie te gaan. Dus lekker knallen! Nou, daar heb ik dorst van gekregen hoor. Het wordt tijd dat we de drankjes gaan uittesten. Nou, blue frisdrank is al jaren populair in Angola. Echt al 10 jaar. En ook in Afrika, grote delen van Afrika, is het drankje al echt razend populair. En wel het bekendste frisdrankenmerk wat daar is. Nou, hier in Europa kennen we het nog niet. Nu is het de beurt aan Europa en Nederland mag het uittesten samen met België. Nou, blue frisdrank, we hebben hier ananas, passievrucht en limoen gember. Ik heb de drankjes heb ik al even gauw in de glazen gedaan zoals je ziet. En nou, qua kleur, deze is mooi geel, deze heeft een beetje, ja echt een beetje passievrucht kleurtje. Ik dacht nou misschien is die roze omdat het blikje ook roze is, maar dat is dus niet. En deze is een beetje, ja wat is het, heel zacht groen. Ja. Ik weet niet wat het is, maar in ieder geval, het ziet er leuk uit. Ik ben ook benieuwd hoe de smaak is. Limoengember lijkt me minst, want ja, limoengember zou ik zelf niet zo snel nemen. Maar ananas en passievrucht lijkt me dan wel weer heel erg lekker. Maar goed, kan zijn dat die ook wel weer heel lekker is, dus ik ben benieuwd. Gaan we even gauw kijken wat er natuurlijk in zit in zo'n blikje. Dat is ook wel belangrijk. 43 calorieën per 100 ml. En die... ook passievrucht en deze heeft er 44 calorieën per 100 ml. Nou, dat is op zich te doen. Dat wordt gewoon iedere keer eventjes fietsen, eventjes goed oefenen, even lopen. Dan krijg je dat er wel weer af. Nee, grapje, dat is gewoon goed te doen. Hey, ja, verder zit er in zo'n blikje, geloof, ja, fruitsapjes en vitamines die ze aan toe hebben gevoegd. Dat maakt het dus ook wel... extra puur omdat die fruitsappen erin zitten. En deze smaken zijn nog niet in Nederland verkrijgbaar. Dus ik ben erg benieuwd hoe het gaat smaken. Gaan we nu uittesten. Nou, we beginnen met ananas. Zo, je proeft echt goed de ananas eruit. Heel lekker. En deze heeft ook een lekkere nasmaak. Heel lekker. Gaan we naar de passievrucht. Zo, deze is ook lekker scherp van smaak. Ook lekker. Echt, ja, echt een beetje gewoon een fruitig drankje. Ja. Lekker. Ik moet zeggen, ik vind ananas wel iets lekker als de passievrucht. Maar ik vind ananas zelf ook gewoon heel lekker. Dus het is gewoon een beetje persoonlijk wat je lekkerder vindt, denk ik. Maar ik moet zeggen, niet verkeerd. Gewoon naar de limoengember. Heel fris. Je proeft ook de limoen.
En gember proef je ook wel een beetje. Ik moet zeggen, deze vind ik zelf de minste. Maar ja, goed, het kan zijn dat jij wel van limoen gember houdt. Het is wel heel fris. Het is totaal niet vies, dat zeg ik niet. Maar het is gewoon niet mijn smaak. Dus van deze drie vind ik zelf de ananas het lekkerst. Passievrucht daarna op 2 en limoen op 3. Ja, ik moet zeggen, ik ben wel onder de indruk. Ik moet zeggen, de smaken komen er goed uit. En ja, de blikjes zijn gewoon leuk, vrolijk, blue, frisdrank. Ja. Nou, dan zijn we nu overgekomen op de pakketten, want die mag ik allemaal gaan weggeven. Wat je moet doen is eventjes de video liken, want bij 30 likes ga ik een pakket weggeven. Nou, like dus even de video. Laat even een reactie onder achter dat je meedoet. En bij de volgende video ga ik een winnaar bekendmaken. Nou, dat doen we zo keer op keer. Ik heb er 3, dus ik mag 3 mensen in totaal blij maken. En als je het natuurlijk leuk vindt, mag je natuurlijk ook eventjes Bam Softdrinks op Instagram liken. Dat zullen ze ook wel heel leuk vinden. En daar komt deze frisdrank ook vandaan natuurlijk. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video, want dan maak ik de winnaar bekend. Succes! We'll be right back.